En tenslotte gaan we dus nu over naar waterschap Vallei en Veluwe. Want jullie hadden in de buurt van de IJssel ook het een en ander aan de hand. Bij Hattem is de zomerkade doorgegaan van de Roenwaard. Rijnert Stellingwerf gaat ons straks meenemen in hoe dat allemaal gelopen is en hoe dat gat uiteindelijk gedicht is. Hij heeft deze presentatie voorbereid met zijn collega Arjen Verboom, ook van het waterschap. Arjen is echt de beheerder die volgens mij in het veld actief is. En Rijnert is de beleidsadviseur bij waterschap Vallei en Veluwe. Rijnert, het woord is aan jou. Dankjewel, Astrid. Ja, de volgende calamiteit. Het is een ochtend vol van calamiteiten. Ik zou inderdaad hier met Arjen Verboom zijn. Arjen Verboom die, is de technisch manager voor beheerszaken bij ons, bij het waterschap. En hij was eigenlijk een van de mensen van het eerste uur, ik mag wel zeggen van het eerste uur, te plaatsen. En dat is eigenlijk wel aardig om daarin toch mee te krijgen wat je als beheerder aantreft. Wat je als organisatie in de voorfase en in de nafase van zo'n kadebreuk doet. Nou, ik neem jullie mee in dat verhaal. Ik hoop jullie een hoop lering te geven over wat er komt kijken bij dit soort zaken. Nou, even kijken, ik zet de pointer aan. De acties die we in de zomer, afgelopen zomer hebben gedaan langs de IJssel en langs de Nederrijn, daar begin ik kort mee. Daarna ga ik iets noemen over hoe wij de calamiteitenbestrijding in gang hebben gezet. En uiteindelijk hoe wij tot een snelle herstel van deze zomerdijken komen. Voor wie het nog niet had opgevallen in het plaatje, hier zie je de bres van de zomerkade langs de Hoenwaard. Nou, waar ligt dit? We zitten hier in het beheergebied van het waterschap, eigenlijk Midden- en Oost-Nederland. Grotendeels provincie Utrecht en Gelderland en een stukje Overijssel. En dan langs de IJssel hebben wij een primaire kering, maar in groen zie je ook diverse zomerkades. En naar een van die zomerkades, namelijk die in Hattem, daarin neem ik jullie mee naartoe op excursie. Dat zomers hoogwater, het is al een paar keer vanochtend langsgekomen. Opvallend is eigenlijk dat natuurlijk de hoogwaters in de winters, die kennen we. Daar zijn we op voorbereid. De hoogwaters in de zomer, die zijn eigenlijk allemaal een stuk lager. Je ziet er hier een zestal die in een reeks van de afgelopen 30 jaar zijn opgetreden. En opvallend is dat de meeste om en nabij de 13 meter zitten. En ineens hebben we hier de piek in 2001. En dit is op de dag dat het nog voorspeld werd. Die ver boven wat we gewend zijn uitgaat. Dat geldt dus ook bij het water wat via Lobith binnenkomt. Na alle regenval en, in Duitsland. Als organisatie waren wij al in paraatheid. We hebben een vooroverleg gehad 15 juli. Dan zit je eigenlijk al in de nasleep van het hoogwater van Limburg. Dan begint het bij ons pas langs de rivieren de IJssel en de Nederrijn en de Waal. Het water kwam daar wat later Nederland binnen. En wij wisten dat ons actiecentrum in fase 1 zou komen op zaterdag. Want dan bereikten de waterstanden op de Rijn bij Lobith pas hun piek. Nou, die zie je hier zo. Nog heel kort, het eerste reguliere ACW hadden wij op zaterdagochtend. Dat was bijzonder genoeg helemaal in Teams, als een digitale bijeenkomst, afgestemd wat er gebeuren moest. Nou, alles was going concern, want heel spannend werd het niet. We hebben wel het besluit genomen toen van het waterstand. Voorspelling geeft aan dat onze zomerdijken ook niet zullen overstromen. Dus we proberen de buitendijkse polders droog te houden. Dadelijk ga ik in op de kadebreuk die nog geen twee dagen later, na het, de maandag heb je hier gehad, wilden we alweer richting afschaling. We zouden het nog even aanzien.
En jawel hoor, dinsdag, of in de nacht op dinsdag was er een kaderbreuk. Nou, even toch nog even kijken, de tijdlijn, want dit was net wat er binnen gebeurt. De buitentijdlijn, zal ik het maar noemen, is wat de man in het veld te doen heeft. Nou, die is ook al eigenlijk de hele periode bezig. Controle van afsluiters. De omgeving die stelt vragen van houden we de houden we de Hoenwaardse polder, houden we die droog? Kunnen jullie nog wat extra zorgen dat onze gewassen niet onderlopen? In ieder geval, wat voorspellen jullie? Het kwelwater, wordt dat extra weggepompt? Er zijn inspecties gelopen, gecontroleerd op kwel, gecheckt of al het materiaal op orde is. Nou, leek allemaal prima. En op de 19e juli zelf zijn we ook nog, is onze beheerder nog rondgegaan, heeft geïnspecteerd, heeft gekeken wat hij, of geluisterd, zul je hem dadelijk horen vertellen, wat hij kon vinden of de dijk in goede conditie was, de zomerdijk. En dan midden in de nacht op de 19e gaat de dijk door en zijn de hulpdiensten als eerste ter plekke, net zoals net bij Reewijk. En ja, de directe collega's ter veld die hebben geprobeerd de commotie te sussen, omdat deze polder niet, die mag onderlopen, maar ook is die, er is alleen gewas wat nat kan gaan. En de vraag was eigenlijk van de politie van moeten we dan niet de hele polder evacueren? Nou, er was eigenlijk alleen vee en daarvoor is uiteindelijk de politie bij de agrariërs langs gegaan om hen te vertellen wat er gebeurde. Ik laat jullie even nog het gebied zien, zodat je een beetje gevoel krijgt van over hebben we het nu. Hier aan de zuidkant zie je nog een laatste stukje van de Veluwe. Hier in rood de primaire kering. Het plaatsje Hattem ligt er hoog en droog. Ze wisten vroeger wel waar ze zouden bouwen. De primaire kering aan de overzijde langs de IJssel. En hier dan de Hoenwaardse polder waar we het vandaag op in gaan zoomen. En je ziet hier wij noemen het een rivierduin. Het is een zandrug in het rivierengebied waarop een heel aantal boerderijen hoog en droog gevestigd zijn. Hier zie je het plaatje nog een keer. En hier zie je hoe het er normaal uitziet bij een winters hoogwater, want die zomerkade loopt dan meestal onder. Meestal organiseren we dat actief wordt geïnundeerd. We zorgen zelf dat het volloopt, zodat er genoeg waterstand aan weerszijden is en er niet te veel druk op de kade komt. We staan hier op de zomerkade van de polder Hoenwaard, een overstroomgebied wat doorgaans in de hoogwaterperiode, het hoogwaterseizoen, een aantal keren per jaar vaak wel instroomt. En in die gevallen dan laten wij de polder vollopen om aan beide kanten van de kade evenveel druk te hebben, om daarmee schades aan de kade te voorkomen. Maar nu werden wij verrast door een hoogwatersituatie in het zomerseizoen. En waarbij de polder niet volgelopen, volgezet kon worden. En we hem zo lang mogelijk droog wilden houden. We wisten ook dat met deze waterstanden de polder niet in zou lopen. Dus hij moest droog blijven omdat er vee liep en gewassen staan. En helaas is dat niet gelukt. En werden we op 19 juli, s'avonds laat, geconfronteerd met een doorbraak van de zomerkade. En want die dag hebben we twee keer die kering geïnspecteerd. En niets waargenomen. En dan word je toch geconfronteerd met die doorbraak. Hadden we die dag toch iets waargenomen, dan heb je heel weinig mogelijkheden door de locatie. Aan twee kanten water, een behoorlijk verzadigde kade, het land wat heel erg nat is en zeer laag met een geringe drooglegging. Je hebt heel weinig mogelijkheden om materialen aan te voeren, de sloot te dempen, een steunberm aan te leggen. En je weet ook niet over hoeveel lengte je dat moet doen. Dus het is bijna onbegonnen werk. En we dachten echt, we houden hem droog. Maar ja, dit gebeurt. Ja, ik ben Geertje van de Vechter. Ik ben zo ongeveer 33 jaren werkzaam bij het waterschap. In allerlei functies gezeten. De laatste 8 jaar als dijkbeheerder. Een traject van de IJsseldijk.
Dus een beetje 85 kilometer primaire kering in onderhoud en in toezicht. En ongeveer een 40 kilometer kering aan overige kering. Daar is dit een deel van. Sommige delen zijn dus wat minder belangrijk, zijn zomerkaders. Deze Hoenwaard heeft een overstromingspeil. Daar is afspraak in gemaakt in het verleden op 2,50 op de Weterink. Maar die mag niet dus inlopen. Nou, en dit keer hadden we gedacht, komt er kort bij. We gaan hem droog houden. Nu in de zomermaanden was dat ook extra belangrijk natuurlijk. Maar goed, nu gaf de kaart het op en hij vloepte er een deel uit. En daar heb ik dus de vorige dag nog de inspectie gelopen. Ik heb hier een week lang elke dag inspectie gehouden. Toen het water wassende was. En nu zie je toch van, ondanks dat je het loopt en dat je het afloopt. Ik ben de vorige middag om 11:30 hier geweest. En toen heb ik geïnspecteerd. En als je dan ziet, dan kun je niks zien. Er staat een hoog gewas op. Dus probeer ik te zoeken en te luisteren in het watergang eronder of er uittredend water is. En of je wat hoort aan wel wat er komt. Maar goed, dan heb je niks. En toch, s'avonds om 11 uur loopt er iemand met zijn hondje uit te laten. En dan is het wel bingo. Ja, dus de man met het hondje, dat was degene die ons alarmeerde. Die liet zijn hondje nog uit en daarna is vrij snel de calamiteitenorganisatie gekomen. Toen in overleg met de politie en de hulpdiensten. En uiteindelijk is in de volgende dag al gestart met de planmakerij om het gat te dichten. Daar ga ik nu wat dieper op in van wat komt daar nou bij kijken bij die calamiteitenbestrijding. Arjen noemde dat net al in zijn praatje, dat eigenlijk het lastige is in de reguliere situatie om deze kade. Daar kom je niet zomaar bij. Je zit in een drassig uiterwaardegebied en het is een lange kade die alleen maar over de kade zelf bereikbaar is. Nou, dat zijn natuurlijk beheeraspecten waar we naar kijken, maar de kade, waar start je mee in het ACW? Wij zijn gestart met kijken van wat is nou de oorzaak mogelijk van de kade? Is die overstroomd? Was de kade te laag? Of is die halverwege doorgebroken? Wat kunnen we nu al weten? Nou, dat bleek nog een aardige zoektocht om te weten van... uiteindelijk was de zoektocht gericht op de oorzaak, dat wordt een langere zoektocht, zeg maar. Daar zijn we nog mee bezig. Op dit moment weten we in ieder geval dat die waarschijnlijk door instabiliteit is afgeschoven en daarna is de kade verder afgeschoven met een inundatie. Dus dat het niet door een hoogte... per se hoeft te zijn gekomen, hoogtetekort. Dat soort informatie haal je uit de leggers. Je gaat zoeken naar hoe dicht je dadelijk de bres. Nou, we hebben daar... daar ga ik zo direct even op in. En hoe kijk je vooruit als we het dan gaan dichten? We moeten ook een boodschap naar de omgeving geven. Hoe lang gaat dat duren voor het gat dicht is en voor het definitief dicht is? Nou, wat er speelt is, er is een programma om die hele uiterwaardegebied... om daar nieuw toekomstperspectief te geven, agrarische natuur en wat wordt dan de toekomst van de kade. Dat moet erin terugkomen, dus daar hebben we ook mee te maken. De calamiteitenbestrijding, we hebben gauw uitgezocht van waar verwachten we dat het water allemaal komt. Dat zie je hier. Je kunt kijken daarmee welke gebieden mag je schade verwachten of... dat is toch wel belangrijk om voor de agrariërs in kaart te brengen. We hebben gekeken wanneer is de waterstand zoverre dat die aan weerskanten van de bres gelijk staat. Zodat we op een gegeven moment kunnen beginnen met de bres dichten. We zijn gaan kijken naar wat communiceren we. Hè? Je moet een perspectief geven aan de pers van we starten met de dichtingswerkzaamheden deze week al en hoe snel krijg je dat geregeld? Wij hebben al vrij snel ook advies vanuit het CTW gekregen.
Het mooie was hier, CTW stond klaar. Die stond zelfs te popelen, hebben we in de vorige sessies gehoord. Ze belden ons actief op van, hebben jullie ons nog nodig? En dat leek me een uitgelezen kant om daar gebruik van te maken. Je kijkt naar de wiki noodmaatregelen van wat zijn bruikbare stappen om je kaderbres te dichten. Op de wiki noodmaatregelen staat geen specifieke bresbreuk maatregel. Een kaderbreuk, hoe je dat verhelpt, had ik nog niet direct gevonden. Dus dat is een aandachtspunt en een mooie uitdaging. Wij hebben het uiteindelijk opgelost door even schematisch te bedenken in hoeveel stappen je dat kunt doen. Met een ponton gewoon maar zo dicht mogelijk bij de bres in te varen en zandzakken neer te leggen. Zorgen dat je afvoer blijft functioneren, zodat je uiteindelijk de polder ook leeg kunt pompen. Het waterschap had rond een uur of acht de laatste vergaderingen. En die hebben ons gebeld met de vraag, kom eens kijken, hoe pakken we het aan? En daar hebben we gekozen om met boten de zandzakken aan te voeren, de big bags. Ze kunnen al aardig bekijken hoe lang dat het duurt voordat iets volgelopen is. En toen hadden ze al gauw in de smiezen dat we de andere dag, dus op woensdag, het water even hoog, links en rechts zal zijn. En daar was dan ook een mooi moment om de kade te gaan dichten. En daar hadden wij mooi de hele middag nog de tijd om alles voor te bereiden. En het materieel hier naartoe te krijgen. En nou ja, dat is allemaal gelukt. En toen zijn we 's morgens om 7 uur eigenlijk begonnen met het dichten van een kleine 400 big bags. En nou ja, je ziet het, het is gelukt. Ja. Eigenlijk waren we op vrijdagavond alweer klaar en op zaterdag zijn ze toen begonnen met het gebied weer uit te pompen. Ja, je hoort dus in 2,5 dag tijd is de bres gedicht. Woensdag gestart met dichten en vrijdag de laatste zandzak. Hier wat foto's van hoe dat eraan toe gaat. Een drijvend ponton, een kraan. Zandzakken tot de helft gevuld. Hè. Dat soort tips en trucs krijg je dan toch wel mee uit de buitenlandervaringen van de CTW. De aannemer, het mooie was, die had ook een hele bom aan ervaring en creativiteit. En ja, is vooral aan het in het voortraject al met de beheerder veel aan sparren geweest om de goede oplossing te vinden. Daarna moet de dijk wel weer definitief gedicht worden, de kade. En daarvan hebben we afgesproken in het actiecentrum van, nou, laten we dat zo snel mogelijk doen om de schade in de polder, het niet kunnen gebruiken van de graslanden, zo kort mogelijk te hebben. Dus daarover gaan de projectleider en de geotechnicus jullie nog eventjes meenemen in hoe zij dat hebben opgepakt. En mijn opdracht was eigenlijk heel helder en duidelijk. De bres dichten en zorgen dat die voor het stormseizoen dat er gras in zit en groen is. Dat was wel midden in de vakantie. En vervolgens zit je dan met, hebben we daar voldoende capaciteit, is de juiste kennis aanwezig. Maar dat is wonder wel gelukt. Ik heb alle goede mensen kunnen krijgen op dit project. En er was een enorme partij medewerking en coulance. En iedereen is eigenlijk opzij gegaan en heeft gezegd, nou, dit project dat moeten we eerst doen. Ik heb RADFV gevraagd van, joh, kom even met een plan van aanpak. Kom even met een werkomschrijving. De aannemer die hier normaal het onderhoud doet, die kent de mensen hier in de streek. Dus dat werkte heel makkelijk. Die had ook al de tijdelijke dichting gedaan met big bags. Dus die had hier ook al materieel staan. En toen hebben we eigenlijk een soort bouwteam samengesteld. Met aannemer, ingenieursbureau en onze mensen. En toen hebben we in twee sessies hebben we eigenlijk een plan van aanpak in elkaar gezet. En een werkomschrijving en een open begroting. En toen hebben we op regie hebben we de zaken dus uitgevoerd. Zie je dan, de bres is gedicht. In dit geval zie je de eerste dame die over de afsluitdijk is gelopen. Zo'n 90 jaar geleden. We gaan nu even in op de geotechnicus die ook haar kant van het plan van aanpak bekijkt.
was er natuurlijk al een aannemer aan tafel. Die had gelijk een partij klei geleverd. Nou, het leek ons verstandig sowieso vanwege de aansluiting op de naastgelegen kade om de reparatie in klei uit te voeren. Alleen het probleem wat we natuurlijk zagen, dat is dat het kanaalpeil nog boven de rand van de damwand stond. En de noodreparatie stond in lijn met de huidige kade. Dus er zat nog een gat, zeg maar, tussen de damwand en de noodreparatie. En daar stond het water ook tegenaan, omdat het water boven de damwand stond. Dus we konden niet die big bags eruit halen en gelijk de dijk repareren. Dus wat we gedaan hebben, we wisten dat de damwand heel erg lek was. Dus we hebben besloten om direct achter de damwand een bentonietmat aan te leggen. De achterste big bags die helemaal binnen dijk stond, die tegen de damwand aan te plaatsen. En dus zeg maar de noodkade op te schuiven naar de damwand. En dan, dat creëerde ruimte om de dijk vanuit de sloot opnieuw op te bouwen. Dus daarmee konden we zeg maar in fases konden we telkens een rijtje big bags eruit. Klei erin, netjes aan op hoogte, netjes verdichten. En zo hebben we zeg maar stap voor stap in een aantal besprekingen van wat is mogelijk, wat kan de aannemer. Hebben we genoeg klei, hebben we voldoende middelen, kunnen we het verdichten. Zo hebben we eigenlijk samen dat plan samengesteld en ik heb dat opgeschreven. Dus heel kort, een bouwteam hebben we samengesteld met de aannemer en een ingenieursbureau. Zodat ook het toezicht, de directievoering en de samenwerking heel snel projectmatig is aangepakt. Plan van aanpak opgesteld met al die facetten die Clara net noemde van de stabiliteit. Dus echt wel geotechnisch onderbouwd gekeken van wat heb je ook voor zo'n snelle maar definitieve herstel nodig. Een planning en een raming. En de planning was om te starten na 26 juli, dus dat is eigenlijk amper twee weken na de kadedoorbraak, zijn we gestart met de uitvoering. Ons plan van aanpak is ook nog gecontroleerd door het adviesteam Dijken, zodat je ook nog de kwaliteitsborging klaar hebt. Die plaatjes hebben jullie kunnen zien, sla ik over. En dan gaan we richting de uitvoering. Ja, dat is klei. Dat is klei, ja. En hier zit de veen onder. De veen onder. Ja, hier. Kijk. Ja. Het plan van aanpak is eigenlijk opgebouwd uit diverse scenario's. En het scenario waar we eigenlijk eerst rekening mee hebben gehouden, is dat er vrij veel nattigheid eigenlijk nog onderin de bres aanwezig zou zijn, zodat we wat big bag zouden moeten laten staan. Dat is eigenlijk het scenario waar we vanuit zijn gegaan. Ja, met het tempo wat de aannemer heeft en met alle bronnering, met het water afvoeren, wat we nu hebben gedaan, zijn we gelukkig alle big bags uit de bres kunnen verwijderen. En wat we nu zien is wel ongeveer de laatste stadia. We zijn echt aan het aanvullen in verschillende laagjes, ook verdichten. Er is nu de afgelopen dagen ook nog onderzoek gedaan naar de verdichtingsgraad, wat eerst in het eerste gedeelte uitgevoerd is. Morgen wordt er nog weer een gedeelte getoetst. Eigenlijk worden de verdichtingen gehaald en hoeveel overhoogte hebben we nodig. Dus de dijk wordt iets hoger afgewerkt dan de huidige dijk, zodat die ook in de toekomst nog iets na kan zakken, omdat er ook natuurlijk nog water in de dijk aanwezig is. Wanneer de klei eigenlijk allemaal aangebracht is, worden er aan de zijde van het Apeldoorns kanaal worden de stapelzoden aangebracht, zodat we eigenlijk direct een mooie groene mat hebben, ook voor het volgende hoogwaterseizoen. Dat is eigenlijk het doel, dat we hem dicht hebben voor het volgende hoogwaterseizoen. Het pad zal hersteld worden en aan de binnenzijde van de bres wordt er een langer taluut gemaakt. Niet het 1-op-1 taluut wat in de huidige situatie is, maar die wordt 1-op-6 ongeveer gemaakt. Zodat we ook een stevige steunberm hebben voor een toekomstbestendige dijk. Er is een soort bouwteam opgericht waar je met z'n allen dus die verschillende disciplines mee konden praten. En daar werd gewoon ontzettend goed geluisterd naar elkaar en op afgestemd. En we hebben in die tijd dat het droog gepompt is en voordat we mochten beginnen aan de dijk, de 12e moest ook eerst iets zakken, hebben we denk 2 weken de tijd gehad om echt een plan te maken hoe dat we de opbouw zouden gaan doen. Maar die 2 weken hebben we wel met elkaar kunnen beslissen hoe dat wat het beste was en het makkelijkste. En ik moet eerlijk zeggen, daar is een plan van aanpak uitgekomen. En daar hebben wij
nou ja, op de letter af in de praktijk uit kunnen voeren. En dat is gewoon heel erg plezierig geweest. Ja. Dus de gelijkwaardigheid van alle betrokken partijen, die gewoon luisterend naar elkaar en elkaar in de waarde laten, die heel plezierig gelopen. Ja, dus ik kan dat laatste van Henry Blom, de aannemer, bevestigen van die samenwerking in tijden van calamiteit, ook met je aannemer en in vol vertrouwen dat hij ook zijn expertise op de juiste manier inbrengt. Dat heeft ons enorm geholpen om, je ziet het aan de datum, in iets meer dan een week was de kade ook weer definitief hersteld. Inclusief het omgevingsmanagement naar de eigenaren van de landerijen die zijn paardenwei tijdelijk moest afstaan. En inclusief geotechnische advisering, inclusief de praktijk, de klei aanvoer en kleikeuringen. Al die facetten zijn langsgekomen, maar dan in een sneltreinvaart in een hele korte week. Van uitvoering en een hele korte voorbereidingsperiode van slechts een paar weken. Ik denk dat dat wel iets is waar je als waterschap trots op kan zijn. Hoe je dat voor elkaar maakt. Hoe je dat, maar goed, het levert uiteindelijk ook zo'n calamiteitensituatie nog vragen op. Daar kom ik nu nog heel even op, maar misschien is het nu wel ook het moment om te kijken of er nog vragen juist op de chat zijn. Ja, dank Rijders voor dit hele indrukwekkende verhaal. En ook machtig mooi om te zien hoe dat in een paar weken tijd toch allemaal weer in ieder geval ontstaan is en weer hersteld is. Ja. Er was in ieder geval al vragen op binnengekomen. Die ging over in die periode dat die bres er was, is er ook wel wat schade ontstaan. Volgens mij is er nog niet heel veel bekend over schade. Vergoedingen, maar kun je daar iets over zeggen? Nou, van ons vanuit beheer belangrijk was, is om goed in kaart te brengen van waar treedt de schade op. En wij hebben dus vrij snel al in de eerste dag met een drone beelden kunnen maken van tot hoever staat de polder daadwerkelijk onder. We hebben natuurlijk al in dat gebiedsproces met heel veel van de agrariërs te maken. Dus we kennen ze ook. We hebben nu ook gezorgd dat we onafhankelijk even kijken van bij wie is welke schade opgetreden en dat getaxateerd wordt. Dat zijn processen die inderdaad nog lopen. Ja. Nou, jullie pakken dat serieus aan, ja. Zo te horen. Ja. Dan ga ik even naar de chatmasters, want zijn er nog meer vragen binnengekomen via de kijkers? Wat is de afweging geweest om een container te repareren? Waarom moest die gelijk dicht? Nou, de snelle reparatie, daarachter lag de afweging om zo kort mogelijk de polder blank te hebben staan. Misschien zat er nog een hoop in dat sommige gewassen een week water kunnen hebben, maar bij langere duur dat het meer schade geeft. Maar in ieder geval zo snel mogelijk dat de agrariërs terug kunnen naar going concern. En voor onszelf was de tweede fase, gericht op de duurzaam herstel, dat wilden we ook voor het hoogwaterseizoen gedaan hebben. En we zaten natuurlijk in de modus nu al van met deze aannemer in hele goede samenwerking snel tot actie komen. Nou, dat zet je dat door. Ja, jullie hebben het ijzer gesmeed toen het heet was. Ja. Nog een vraag uit de zaal. Ja, dus meer vanuit een leek perspectief. Dan zie ik zandzakken. Dan denk ik ook van de innovaties de afgelopen jaar in water met water beschermen. Van die zakken die vol lopen met water. Is het niet veel eenvoudiger dan zandzakken sjouwen? Nou, gelukkig was hier geen sjouwen aan, maar is het met een drijvende kraan gedaan. De waterzakken, ik denk dat dat daar de dilemma is van hoe rol je ze uit over die bres van 12 meter. Want waar begint je laagje 1? Dat zijn vooral de moeilijkste dingen. Van, je moet op de tast, op een heel smal
kadertje. Zoeken naar waar, hoe diep is de bres? Is hij 3 meter diep, 2 meter, 1,5 meter diep? En dan is zandzakken onuitputtelijk om ze te plaatsen. En die vormen zichzelf naar het gat. Dus dat is ook de wijsheid van de aannemer waar we op vertrouwd hebben. Ja, logisch verhaal, klinkt het mij ook. Zijn er nog meer vragen uit de zaal? Peter Blommaert. Ja, waar heb je die zandzakken hier gewoon laten zitten? Ja, nou dat hebben we... de vraag was of we, waarom we de zandzakken niet hebben laten zitten. Nou, dan heb je natuurlijk een berg kunststof in je grond. Hè? De zakken zijn van stevige polyesterachtige kunststof. En je wil uiteindelijk die kade in de toekomst nog een keer versterken. En dan moet je toch nog aan of de buitenkant of de binnenkant met klei langskomen. En dan is de oppervlak van deze bres weer te overzien om hem helemaal in klei op te vullen. Dus dat zijn een beetje de overwegingen geweest. Er is wel over nagedacht. En in het plan van aanpak is de aannemer er ook van uitgegaan dat er een heel aantal voorgoed in de bodem zouden blijven omdat de gat te diep is. Maar uiteindelijk kon hij ze er allemaal uit trekken zonder heel veel brute kracht. Ja, volgens mij zie ik nog 1 vraag uit de chat binnenkomen. Er zijn in de chat heel veel suggesties gedaan. Noodmaatregelen enzovoort, dus we gaan het zeker niet pakken. Zo even de vraag, hoe kijken we nu tegen de stabiliteit van de rest van de kering aan? Ja, dat is... De stabiliteit van de rest van de kering. Ik weet niet of de kijkers thuis dat hebben meegekregen. Ja, de stabiliteit van de rest van de kering, is dus hier nu extra stabiel gemaakt. Er zijn trajecten van deze kade die al met een flauw taluut voorzien zijn. Hè? Iets meer zuidelijk van dezelfde kade. Het gedeelte wat de kade die nog steile taluuts heeft, die staat op de programmering. Wij zitten in een gebiedsproces om deze kade. Hebben wij als waterschap ingebracht in dit proces. Van wij willen graag dat die kade voor duurzaam verstevigd wordt, beheerbaar wordt, dat je er goed bij kan. En dat is iets wat gebiedsprocessen die zijn enkele jaren geleden gestart en die hebben hun doorlooptijd. Dus we hebben een beetje pech dat het nu al gebeurd is. De afgelopen winterhoogwaters heeft de kade het wel kunnen hebben. Heeft hij wel doorstaan. Dan gaan we denk ik dit onderwerp afronden. Reinhard, hartelijk dank voor je verhaal en voor het mooie beeldverslag wat jullie hebben opgesteld. Graag gedaan. Ja, jullie hebben een mooie voorbereiding geleverd en een prachtig verhaal verteld. Dus heel veel dank daarvoor. Ja.